Jullie hebben het allemaal gezien. Deze week is Spider-Man gelanceerd. En dat betekent dat wij de game een beetje in het zonnetje willen zetten. En dan hebben wij een super vette, of nou ja, wij, ik gewoon, een super vette en hele gemene challenge voor bedacht. Met drie redacteurs van Gamersnet.nl. Ik mag meedoen. Ik sling er even binnen hoor. Tom mag meedoen. En hij is er weer. Omdat ik super verslingerd ben aan video-items maken. Ah, shit. Goed. We gaan alweer, we zitten er alweer lekker in. Kortom, we hebben een hele vette opdracht. Maar de opdracht is niet alleen voor ons drie. De opdracht is ook voor jou. Je kunt super vette prijzen winnen. Dat kun je zien in de video eerder deze week. Link in de beschrijving. De opdracht is als volgt. Tom, Salim. Wij moeten het ultieme Spider-Man kostuum bedenken. En hoe je dat doet... Mag je het doen, welke invalshoek je pakt, hoe je het gaat presenteren. Je hoeft niet helemaal een pak te maken, want dat kunnen we natuurlijk helemaal niet, ziet er niet uit. Maar in ieder geval het idee van het ultieme Spider-Man pak moeten wij gaan maken. We gaan het pitchen, we gaan creatieve processen hier. Ja. We gaan jullie overtuigen dat mijn pak van het beste is. Ja, want jouw pak is waarschijnlijk, als hier de box is, waar zit jouw pak dan? Hier. Oh, nice. Lekker buiten. Goed, hartstikke leuk. Wij gaan aan de slag de komende tijd. Eet super vet bedenken, doe dat ook. Check even de prijsvraag in de beschrijving. En gaan wij strakjes zien. Nee, we gaan nu zien wat het proces is volgens mij. Ja. We gaan nu zien. Wauw, wat vet. Jongens, ik ben een paar dagen geleden gebeld door Peter. Met de vraag of ik mee wilde doen aan de Spider-Man themaweek. Duh. Natuurlijk wil ik dat. Ik ben echt een groot Spider-Man fan. Spider-Man is echt fucking vet. Om het proces te starten om mijn eigen Spider-Man te maken, had ik eerst zoiets van, ik moet eerst extensive research plegen. En dan zou ik kunnen gaan kijken naar de games of naar de films. Maar ik dacht, laten we even back to basics gaan, terug naar de roots en laat ik een aantal strips oppakken. Maar jongens, ik ben al een beetje begonnen. Peter gaat heel boos op mij worden, want dat mag eigenlijk helemaal niet buiten de kamer om. Maar ik heb echt een mini moodboardje gemaakt. Omdat ik zoiets heb van, oké, er moet een nieuw Spider-Man pak komen. Ik heb nog geen idee welke hoek ik dat ga pakken. Dat kan ik natuurlijk super breed interpreteren. Maar ik denk dat het gewoon goed gaat komen. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga gewoon echt, hier is de box. Dan ga ik hier zijn. Zo, ik ben net bij de Pipo's geweest. En ik weet niet of jij het wist, maar dat is een hobbywinkel. En ik liep er wel eens voorbij en ik dacht, dat is een of andere enge Basje de Clown fetish winkel of zo. Maar het is gewoon een hobbywinkel. En heb ik werkelijk een half uur rondgelopen dat ik gewoon niet wist wat ik moest halen. Want ja, ik moet op een of andere manier dit op een hele vette manier presenteren. Maar ik weet gewoon niet hoe. Dus ik heb wol gehaald en papier heb ik gehaald, zie je. En nog wat dingetjes, maar dat ga je nu zo zien. Dus ik ben naar een Utrecht stripwinkeltje gegaan. En ik heb bij hun kelder vol met Amerikaanse comics, heb ik gewoon een beetje een wilde greep gedaan van verschillende era's van Spider-Man. Echt tot in 93, zeg maar, ongeveer dat era van Spider-Man. Tot aan hele moderne. En ook bijvoorbeeld één keer een Spider-Gwen ertussen gepakt. Ik denk, ik pak van alles wat om te kijken wat nou een goed Spider-Man kostuum maakt en wat nou een goede Spider-Man als persoon maakt. En daarin gaan we dan even lekker researchen en dan kom ik vervolgens met een soort van mijn eigen interpretatie van wat een mooi Spider-Man kostuum zou kunnen zijn. Maar eerst even lekker comics lezen. Jongens, ik ben er denk ik bijna uit. Het moet een pak gaan worden wat hem ondersteunt als moderne man. Wat hem ondersteunt als moderne man tussen de 16 en de 25. Het moet hem ondersteunen in wat zo'n man nodig heeft. En wat heeft zo'n man nodig? Ik heb het opgeschreven. Thuisbezorgd. Dit pak moet slim genoeg zijn om voor hem te kunnen gaan bestellen. Het moet een Pornhub knop geven, want we weten het allemaal. Zeker de gamers. Y'all need that shit. Snacks. Het moet snacks kunnen leveren. Ik moet nog uit gaan zoeken hoe de fuck we dat gaan doen, maar het moet snacks kunnen gaan leveren. En nog veel belangrijker, het moet ook comfort geven tijdens het gamen. En daar ben ik nu dus nog mee bezig. Ik heb het nog niet helemaal uitgewerkt, maar ik weet dus wel al, het moet een ondersteuning gaan worden voor de moderne man. Zoals een pak, een gewoon pak, it elevates you as a gentleman. Dat moet dit pak ook gaan doen. Het moet comfortabel zitten en dan moet je 24/7 kunnen helpen met wat jij nodig hebt als man. Ik heb een boel van de comics sowieso even doorgespit en een paar ook echt wel gelezen, maar ik was vooral op zoek naar de stijlen die me aanstonden.
En ik ben erachter gekomen dat ik best wel een classic motherfucker ben. Want ik waardeer dus echt, weet je wel, dit soort comics uit 97. Dus nog best wel classic Spider-Man, zou je kunnen zeggen. Maar gewoon die stijl is gewoon vet. Omdat het een beetje dat iconische kostuum is waar ik denk, ja, daar ben ik ook mee opgegroeid. Dus dat resoneert dan met mij. Maar tegelijkertijd vond ik het dan ook wel weer vet om dan de iets nieuwere stuff te zien. Dus de spectacular Spider-Man is wat moderner en zo. In de artstijl ook vooral. Maar deze is vooral ook een erg sterke Spidey. Spidey is er eentje uit 2016. En de stijl daarin is gewoon ook iets kolliger, iets jonger misschien. En ik denk dat dat een stijl is die voor mij wat haalbaarder is. Terwijl het kostuum zelf wel heel erg nog gewoon in de grote lijnen hetzelfde Spidey is. Maar hij heeft een heel ander soort van logo op zijn rug, wat ik heel erg vet vind. Dus ik wil kijken of ik daar ook iets mee kan doen. En of ik een beetje die classic Spider-Man kan combineren met een soort van wat modernere vibe of zo. Net iets nieuwer allemaal. Dus laten we dat gaan proberen. Laten we schetsen op gaan zetten. Allemaal dingen gekocht. Ik heb natuurlijk een National Geographic Junior gekocht. Er stond iets in over spinnen. Ik heb een stift gekocht, wol, garen, oogjes. Want ik ga namelijk, ik ben heel hip en happening namelijk. Ik ga een moodboard maken. Een moodboard, dus ik heb grote stukken papier. Daar gaat het op gebeuren en dan ga ik op schrijven wat het, of op tekenen of in ieder geval creatief knippen, plakken en zo. Ga ik laten zien wat er allemaal mis met de huidige Spider-Man en hoe we moeten aanpassen. Dat ga ik nu doen. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spin a web, any size, catches thieves, just like flies. Nou jongens, jullie zien het. Het is 1 uur. Ik ben klaar. Ik heb een moodboard gemaakt. Uiteindelijk 2. En hier liggen ze. Op de droge en zo. Daar liggen de 2 op elkaar, zoals je ziet. En nu is het tijd om morgenochtend naar GNHQ te gaan. En voor Salim en Tom en Amador en jullie een presentatie te houden. Waarom Spider-Man niet moet zijn wie hij is. Wetenschappelijk aanpak. Jongens, ik vind dat jullie mooi hebben voorbereid thuis. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Jij ook. Dankje. En wij maken ons op voor de grote presentatie. De flip-over staat hier al. En volgens mij gaan ze dat binnenkort zien. Dat gaan ze zeker binnenkort zien op gamersnet.nl. Ja, check dat dus vooral. Want dan gaan wij 3 presenteren. En wie de beste presentatie heeft voor het beste Spider-Man kostuum, die wint de eeuwige eer. Bam. Dat kun jij beslissen, hè?